Oh, hallo en welkom bij Kunstenaar Online. Vandaag praten wij met Marijke de Vos, choreografe. Marijke, wat in Rotterdam. Tja. Marijke, vertel eens, hoe is het om te wonen in nucleair afval? Nou, heel leuk. Het brengt me veel inspiratie. Behalve het feit dat je drie ogen hebt, hoe zien we nucleair afval terug in jouw werk? Het is toch wel een soort giftige sfeer terug. En dat reflecteert toch wel, denk ik, de maatschappij, denk ik, in het algemeen. Een ander veel voorkomend thema in jouw werk is moderne dans. Vertel daar eens wat meer over. Nou, moderne dans is heel modern. En dat heb ik geleerd op de dansacademie. Je kan niet moderne dansen zonder dat je de dansacademie hebt. Dus ja. Ja. Oké, een ander veel voorkomend thema in jouw werk is natuurlijk een stooienkoek. Vertel daar eens wat meer over. Ja, ik heb toch het gevoel dat er een soort bodem is voor de fantasie die dan te beleven. Het heeft toch een relatie met hoe je je gedraagt als mens. Dat zijn de stooienkoeken een belangrijk onderdeel van. Interessant. Eet je zelf ook wel eens een stooienkoek? Ja, natuurlijk. Vaak? Nee, echt niet. Oké. Nou, volgende aflevering, Ursel de Geer. Tot dan.